Hey ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Durpzoo. En ja, ik ga vanaf nu proberen om sowieso 2 episodes van de Durpzoo per week te uploaden. Misschien zelfs wel 3, hangt er van jullie af hoe snel jullie reageren en wat voor dieren er allemaal voorbij komen. Maar goed, vandaag gaan wij een dier plaatsen wat voor de verandering wel door wat meer mensen is voorgesteld in de comments. Het is de reuzenluiaard. Wat een faal was dat. Nee, maar goed, we gaan eens even de zoo opstarten, oké. Okay. En de reuzenluiaard is het dus. Dat is dat hele grote beest en zo. Het is echt wel episch. Ik zit er misschien aan te denken om er een safari ritje doorheen te maken. Maar dat wil ik eigenlijk bewaren voor iets met dino's. In de vorige episode hebben we de T-Rex verblijf gemaakt. Dat is dit hier. We gaan ook nog even vandaag een soort van plein maken. Want ik ga hier dat verblijf van de reuzenluiaard maken. Dus even kijken, hoe vol zit onze zoo al? Oh mijn god, we hebben al best wel wat dieren in de zoo staan. Ik ga wel wat zuiniger doen. Ik denk dat ik hier het hok ga maken. En dan kan ik hier een pad maken eventueel. En dan hier nog een hok en dan zo. En dan, er is nog wel enorm veel ruimte. Ik ga ook hier denk ik een hele grote safari maken. Of hier moet ik even kijken. Maar dat gaan we misschien wel doen in een hele lange episode. Moeten we even kijken. Maar goed, even kijken. Goed, dus de reuslaar, die is kreupelhout. Dat weet ik nog. Kreupelhout. Dat is, ja, kreupelhout. Of nee, de savanne, verdorie. Kreupelhout, oké. Oké, ik dacht al, wat de fuck is dat beest? Goed, hier is die dus, de reuzenluiaard, super episch. Hier zouden we het maken, hè. Oké, wat voor hek kan dat beest? What the food? Oké, alleen een dino-hek kan dat beest binnenhouden. En dat is ook nog zielig, want als het beest hier dat hek aanloopt, dan wordt hij geëlektrocuteerd door dat stomme hekgeval. Dat is niet lief. Stout hek, even kijken, oké. Okay, ik ga even kijken hoor. Hoe groot willen we dit? Even kijken, nou, ik leg eerst wel even een pal neer. Zo. Nou, dat verdomme. Dat is verkeerde kleur, man. Door de tweede jong gebaat. Yeah. Op bloempakket. Oké, leuk. Oh mijn god. Ik moet nog wat meer verzorgers hebben. Oké. Hup. Doe je weg. Zo. Oh my god. Even kijken. Moeten jullie nog toewijzen aan iemand? Even kijken. Jij wordt toegewezen aan de T-Rex. Perfect. Zo. Helemaal mooi. Goed, wel. Dan kan ik hier nog eventueel een hok maken voor een dier of zo. Kijk, gems of iets in die trend of zo. Even kijken, reuzenluiaard. Is dit breed genoeg voor de reuzenluiaard? Ja, het is breed genoeg voor de reuzenluiaard. Oké, nou verder met het hek. Dat betekent dus wel dat het hek wat langer moet zijn natuurlijk. Even kijken, zo. Even kijken, hoe lang nog tot het einde van de zoo? Oh, dat is veel te lang. Oké, wel. Dus even kijken hoe groot op de kaart is. Wow, holy shit. Even kijken, ja, maar dit moet echt wel zo groot voor dat beest hoor. Dus wat doen we dit? Verdorie, waarom klik ik hem steeds weg? Oké. Okay. Er is een vloek op, serieus. Nou, is alles maar even recyclen. Je kunt in principe wel dit allemaal aanlaten. Oh mijn god. Alleen dat doe ik met opzet niet, want wel, ik wil alles zelf doen. Dus even kijken, doen we gewoon alleen gras. Want het beest dat leeft alleen maar in gras. Oh mijn god, het lijkt wel babyspuug. Kijk dat het beest dat leeft in babyspuug. Jee, babyspuug. Oké. Goed zo. Huppakee, zo. Dat weghalen. Even goed, 5 plaatsen. Even kijken, doen we hier mooi. Zo, 5. Even kijken, zo kunnen ze eventueel in baden. Oké, perfect. Hok, oké. Of huis, ding, prima, daar. Oké, bomen, bomen. Ga een mooie oase hiervan maken. Even kijken, bijdraaien. Oké, perfect, zo. Hok moet wel een beetje beschut zijn, natuurlijk. Dat van die kleine bomen, natuurlijk. Het beest is groot, dus ik kan niet gaan spammen met bomen en alles. Maar er komen sowieso bomen in het verblijf. En precies dat. Oh, nou ja, whatever. Dat is niks. Niks om zo genoeg te maken. Nou, krokodil kan niet bij een kunstmatige karkaas afkopen. Dit is altijd het probleem. Oké, zo. Nou, is dit prima? Ja, is op zich wel prima, denk ik. Nou, even wat spul.
Oh. Dus gewoon even lekker snel verblijfje maken. Echt gewoon heel random zo. Nee, maar ik wil ook nog even een plein aan de gang hier. Dus ja, en zoveel tijd neemt dit dan ook niet in beslag. Oké, speeltjes. Vegen. Jongen, dit zijn gewoon vegen van Robijn, man. Gewoon 50 euro per stuk, hey, holy shit. Hé, hey, kijk, ik heb een mooie tipput. Even kijken, er doen wat die dingen hier zo. Dat is prima. Ik ga je wat ballen in het water geven. Kun je me spelen? Even kijken, dan een ijsblok met vlees. Leggen we er daar twee van. Nee, oké. Okay. Wel rotsen natuurlijk. Even kijken, kunnen we hier eventueel neerleggen. Eén in het water natuurlijk, want dat is gewoon lauw. Gewoon omdat het kan. Steen. Oké. Okay. Bomen, planten, eten. Oh my god. Jij vindt veel lekker. Even kijken, oké. Okay. Hier gaan we de eetplek maken. Even kijken, oké. Okay. Trog met water. Ze kunnen ook een ding waar ze het kunnen labberen. Dus wat dat betreft. Oké, okay, trog met dit. Trog met dat. Perfect, oké. Okay. Even de trog met bananen. En een trog met vis. En dat wil je nog meer hebben, jongen. Dit is echt gewoon master. Oh god, hij moet even wat... proteïne, dus ik geef hem nog even wat van dat. Ik geef hem zo'n geval. Daar. En dan geef ik hem zo'n geval hier. En dan nog even wat dekens met eten. Geweldig, gewoon omdat het kan, jongens. Gewoon dekens met eten, gewoon master. Oké, wat moet je nog meer hebben? Gewoon dinovlees, gewoon, inderdaad. Dinovlees. En nog wat van die bladeren is ook altijd lekker. En wat takken is ook altijd lekker. En wat bananen, gewoon omdat het kan. En nog wat vis, omdat het kan. Oh, dit beest, jongen. Dat gaat ervan genieten. Kijk, nog meer eten. Oh, kijk, we hebben nog zo'n voederplateau. Nee, die plaats ik daar. Oké. Okay. En we hebben nog een holle boomstam met rotzooi erin. Oké, die plaatsen we hier zo. En de andere die plaatsen we daar zo, oké. Okay. Misschien kan die er wel niet bij door de teerput. Want de klonik... Weg met die teerput. Teer stinkt. Nou ja, doen we een daar teerput. Prima. Even kijken. Even personeelsingang natuurlijk. Even kijken, doen we er daarheen. En dan doen we er hierheen. Dus is helemaal mooi. Is helemaal oké. Okay. Nou, even pad maken. Zo. Hierheen. Oké. Ik zal nog wel eventjes dat inventory. Uiteraard. Nou, even een guest mode natuurlijk. Want ik wil even kijken hoe het verblijf eruit ziet. Ik moet wel toegeven, onze zoo wordt echt wel master. Even kijken, ik hoop dat er nog wat meer van die marine dieren kan plaatsen en zo. Even kijken. Oh, hier leeft hij dan straks. Oh god, dit was zo episch. Even kijken, oké, zo. Oké. Wel, ik vind het best een mooi verblijf om eerlijk te zijn. Hier kan hij lekker vreten en zo. Hier is hij wat beschut en alles. Ik vind het echt wel een mooi verblijf. Ik kan het nog meer vertellen. Het is simpel, maar toch heeft het wat. En dat is de kunst van Zoo Tycoon om dat voor elkaar te krijgen. Hier heb je allemaal eten en zo. Dus je hebt wat chillen en alles. Tippet en zo. Even kijken. Ik ga eens even kijken hoe populair dit ding hier is. Even kijken. Prijs, controle... Winst. Oké, okay, inkomsten. Operationeel, zorgsten. Oké, winst. Winst tot nu toe. €633. Perfect. Dat dringt eruit als een tierlier. Helemaal goed. Helemaal mooi. We gaan gewoon het beest plaatsen. Mannetje. Vrouwtje. En dan geven we even twee verzorgers aan, want... Zo, jij doet die kant. Ik weet niet of dat zin heeft. Dodo 4 wil zich voortplanten, oké. Okay. Wat een spek voor die kut Dodo. Oké, okay, weet je wat Dodo? Kijk, dit is echt episch, jongen. Kijk dan, we gaan hem uitzetten in de vrije natuur. Oh, ik heb de halve ster erbij gekregen. Nee, maar kijk jongens, dit is echt gewoon episch. Bezoekers kunnen geen donatiebox vinden. Wat is dat nou weer voor onzin? Ja, bij die T-Rex natuurlijk. Jongen, ik wil gewoon even dit awesome ding kijken. Kijk dan gewoon. What the fuck, spook! Spooky helikopter! Nee, even kijken, oké, okay, donatiebox dus. Oké, ja, bezoekers kunnen hier geen donatiebox vinden. Dat komt helemaal goed. Oh god, wat is dat nou? Oké, okay, omdat weer een dodo bezig gekomen, kregen we weer een halve ster eraf. Ja, yeah, dat is eerlijk. Bezoekers willen een toetje. Oh god, ik krijg nou dat gezeik van die bezoekers. Nee toch, hè? een toetje, oké. Okay, wat willen jullie als toetje dan? Een kraam of zo?
toetjeskraam. Saladekraam, denk ik. Ik denk dat ze dat willen, oké. Even kijken, saladekraam. En een wat willen ze nog meer? Godsnaam, een sushikraam. Even kijken, ja, plaatsen we ook wel even een appeltaartkraam ding hier. En een suikerspinkraampje daar. Zo, oh mijn god, die dodo's. Echt, ik zei het toch, die beesten planten zich voort als wat, hé. Verschrikkelijk is het. Even kijken, nou, ik moet hier ook even een toilet plaatsen, lijkt me logisch. Wat is dit nou? Prijs voor bronzen natuurlijk. Ja, I don't care. Oké, zo, plaatsen we dat daar. Even kijken, even een stronthuis. Nee, dit is wel een chill ding. Nee, dat is niks. Even kijken, oké, wel, hier moet ik even wat van die dingen plaatsen natuurlijk. Bij de wc's natuurlijk, gewoon omdat het kan. Zo, kunnen mensen zitten en alles. Even kijken, we moeten nog wel even ergens bomen neerzetten of zo. Of niet? Ja, dan moet wel even kijken, dan doen we dat hier zo. Oké, boom. Even mooi met een ding eroverheen. Zorgen Lilo kan vogel uitwerpen. Ja, zoek het maar uit, man. Dan loop je er gewoon heen. Is het een idee om er misschien heen te gaan lopen? Ik weet het niet, maar het kan toch. Je kunt het toch gewoon. Nou ja, whatever. Oké, wel, we moeten vuilnisbakken hebben. Ja. Nee, gewoon. Fuck off met die recyclebakken. Daar hebben we geen drol aan, serieus. Oké. Wel, dat is tot zover dit natuurlijk. Wacht, ik wil meer van die kraampjes hebben, denk ik. Meer inkomsten. Even kijken, wat staat hieronder of niet? Ja, oké. Oh wacht, deze dingen zijn epic. Die ga ik hier plaatsen. Even kijken. Gewoon omdat het gewoon kan. Gewoon hier. Gewoon dit en dit. En dit ook nog erbij. Sure. En dit. Waarom kan dat stomme zeepaard? Nou, zoek het ook maar uit. Even kijken. Pinautomaat. Nou, fuck dat. Even kijken. Ik wil een grote boom hier hebben. Olifanten. Steeneik. Steeneik. En ik wil een grondvruchtige ei. Nee, ik wil zo'n ene boom. Olifantenoor. Ja, die wil ik hier. Die is gewoon epic. Even inzoomen. Weghalen. Oké, pad plaats ik wel weer terug hoor, maar. Het is gewoon even dat dit gewoon. Even klaar is, oké. Zoekers willen een toetje. Dan gaan ze hierheen. Hier is een toetjeskraam. Jezus. Even bijdraaien. Kijk, dan kan hier gewoon het pad weer zo. Zoekers willen een toetje. Hier is toch een toetjeskraam. Kijk dan. Schele flikkers. Even kijken. Frisdrankkraampje. En een koffiekraam. Kunnen ze ook koffie drinken? Omdat ze gewoon gay zijn. Oké. Wel, nu moet ik hier maar iets van donatieboxen en alles gaan plaatsen, denk ik. Bankjes en alles. Even kijken. En ja, de reden dat dit dus de dorpshoe heet is omdat het gewoon dorperig is. Ik ga er gewoon geen tijd aan besteden. Ik ga het gewoon allemaal bij elkaar pleuren. En we zien wel wat schipstraat. Dat is waar de dorpshoe om draait, hè. Wel, zo'n ding plaatsen we hier nog maar even. Dan kunnen de mensen in ieder geval de weg een beetje vinden hier. Wacht, ik wil zo'n overkapping hier hebben. Oké, kunnen ze de dieren bezichtigen? Oké, daar zo'n ding. En daar niet zo'n ding, want dat heeft geen zin. Jee, drachtige T-Rex. Hé, we hebben 2 sterren, oké. Ik dacht dat er 1 ster van ons was afgenomen. Nou ja, whatever. Even kijken, hier zo'n ding. En ja, daar zo'n ding, oké. Oké, bioem. Jullie gaan lekker bekeken worden, zo. Bankjes. Kunnen de mensen de dieren bezichtigen? Want dat is erg belangrijk natuurlijk. Oké, donatiebox. Draaien. Wat is dit nou? Sorry, dat weet ik niet. Oké, op donder. Dit en daar en hier. Oké, perfect. Vuilnisemmer moet er ook bij natuurlijk, want anders krijgen we weer zeik over. Dat alles vies wordt, daar hebben we geen zin in. Dus daarom ga ik nog wel even wat volk inhuren. Zo wat onderhoudsmedewerkers. En wat dierenverzorgers. En wat van deze schelen flikkers. En nog wat van deze schelen dombo's. Oké, zo. Eens even kijken.
Nou, we gaan dus even een rondleiding door de dierentuin doen. Of nee, gewoon, we gaan even rondneuzen hier. Even kijken. Oké, zo. Even afvalbak legen. Oké. Oh, we hebben een fancy ingang gekregen. Kijks, fancy. Ziet er best wel epic uit. Even kijken, oké. Pop, 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 pop. Kijk, hier kunnen mensen in principe... Oh, dan kunnen ze niet lopen. Oké, dat is goed. Nou, hier hebben we dus het hoofdplein in principe. Dan gaan we hier naartoe. En dan hebben we hier wolven. Woef. Ik ga er even in. Even kijken. Wolfjes. Wolfjes. Oh, je schat daar. Oh, mensen H2 gaan de jong baren. Daar wil ik bij zijn. Guest mode. Oh, jong. Jong, jong, jong. Waar is het jong? Oh, kijk daar, schatter. Oh. Oh. Nou goed, in ieder geval. Even terug. We gaan nog even verder in de zoo. Even rondwandelen hier. Oké. Nou goed, hier hebben we dus dino's. Dino's. Ik vind ze best wel verkrekt eruit. Je moet kijken. Oké. Okay. Nou, hier hebben we dan het vrouwtje dus. What the fuck? Vraag jij nou zojuist dat hele ding op? You are one hungry dinosaur. Even kijken, oké. Okay. Wel, wat gaat hij doen? Gaat hij een poepje? Hij heeft een poepje gedaan! Jee, yeah. Het zou mooi zijn als dat misschien ging vallen zo. Pff, dat zou helemaal gewoon grappig zijn. Oké, okay, wel al het dino-vlees. Ik vul het maar even aan als dat moet. Nee, oké. Okay. Goed. Wel, dan gaan we hier even heen. Oh my god, dan ben jij lelijk. Ik wil je op je gezicht slaan. Kan dat? Nee, oké, okay, jammer. Nou ja, even kijken. Ja, fuck dat. Ik ga hier mee. Een toetjeskraam. Mens, daar is toetjeskraam. Ga het maar halen. Sorry. Oké, okay, wel, hier hebben we nog leuke dingen natuurlijk. Oké. Okay. Visjes en zo, boeiend. Oh my god, een octopus. Calamari, yummy. Even kijken, oh my god, kwallen. Oké, interessant. Best wel klein verblijf voor die beestjes, vind ik. Best wel zielig. Nou ja, whatever. Nee, hey, dodo's, ga even bij de dodo's kijken. Oké. Ik kreeg even heus tegen de ingang, maar dat was van een wolf dingen, oké. Okay. Oh ja, zo'n beest natuurlijk. Kind, je moet even naar de arts. Ik denk niet dat zo'n kop gezond is. Jezus. Die heeft een beetje last van de tumor. Tumor. Even kijken, oké, okay, zo. Nou, even kijken, oké. Okay. Oh, hallo, dodo's. Baby dodo, oh baby dodo, baby dodo. Baby dodo, baby dodo. Baby dodo, baby dodo. Dat is mijn liedje van de baby dodo's natuurlijk. Oké, niet meer hier? Nee, oké. Okay. Lekker hobbelig verblijf. Hobbel. Ga even bij de kroko's kijken. Kroko, krokodil. Kroko, krokodil. Oké. Waar is krokodil nummer 2? Kan ik hier ook op? Baby! Een baby! Yay! Baby krokodil. Baby kroko. Dat kan, hè? Dat liedje, dat is grappig. Oké, okay, nou kan ik hier ook ergens uit. Ja, daar. Het lijkt me wel leuk om voor de volgende episode bevers te plaatsen. Dus ja, laat even achter jongens, wat vinden jullie? Bevers de volgende keer, ja of nee? Even kijken, meneer, u mag wel vaker naar de sportschool. Vet zak, even kijken. Oh, wat is dat nou? Oké. Okay. Goed, wel, dan gaan we even bij de mensenhaai kijken. Want dat zijn we al geweest, ja. We hebben volgens mij bij alle dieren al langs geweest. We moeten alleen nog even langs de reuzenluiaards. Reuzenluiaard. Je kunt ook helemaal van die botten doen en alles. Maar dat gaan we denk ik voor het volgende seizoen van Natuur op Zoo doen. Dan wordt het denk ik gewoon in het stijl van uitgestorven dieren. Dan gaan we alleen maar uitgestorven dieren plaatsen. Dan ga ik met die paleontologen zo te werken en zo. Dat lijkt me wel grappig. Maar dat seizoen dat zal waarschijnlijk dus rond de kerst van staat gaan. Als we überhaupt het tweede seizoen gaan doen. Als jullie dat willen ook tenminste. Dus ja, laat even achter. Zou ik het tweede seizoen hiervan moeten doen? Ja of nee? Hey big fella. Hey Beckhams. Oké. Okay. Even kijken. En gewoon die beesten die schijten zo enorm veel, hè. Kerel, je vraagt net 50 euro wat. Weet je dat wel? Dat beest dat lekker vindt. Serieus.
Er zitten volgens mij niet veel hersens in jouw hoofd, of wel soms? Nee, dat dacht ik al. Nou goed, even kijken, ik ben hier weg. Wacht, daar is mijn personeelsuitgang. Ja, oké. Maar goed jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik heb er genoeg van. Lekker lange episode volgens mij. Ik vind het helemaal prima. Laat even achter welke dier de volgende keer in de Zoom moet. Misschien wel beter, want ik ben grappig op te doen. Wat zouden jullie ervan vinden als ik 2000 zo doe? Laat het ook even achter. Laat even een like achter, je helpt er echt gewoon enorm mee. Subscribe en dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Zoo Tycoon 2 nonsense. Dus ja, laat het met ze.